Yo mensen, welkom op deze nieuwe video. Ik ben Ivo en vandaag ga ik een shout-out geven aan 9 kanalen. Ga geen tijd meer verliezen, we gaan direct beginnen aan de video. Intro. Dus ja, ik heb een mijlpaal bereikt, de 1400 abonnees. Ik weet, ik heb al een video gemaakt daarover, waar ik jullie bedank en zo en uitleg waar ik was. Maar nu ga ik iets anders doen. Ik wil iets terug doen voor de mensen die geabonneerd zijn op mij. Ik ga nu 9 kanalen een shout-out geven. De 9 kanalen heb ik uitgekozen uit de kanalen die op mij zijn geabonneerd ofzo. Dus wil je ook kans maken voor een shout-out de volgende keer? Abonneer zeker dan. Ik kijk ook naar de video's van die mensen en zo. En ik hoor hen allemaal. Aantal abonnees die ik heb, daarom geef ik ze een shout-out. De bedoeling van de shout-out is dat de mensen die deze video zien, de kijkers, de kanalen gaan checken en ook eventueel misschien andere goede YouTubers gaan leren kennen. Dus ik ga stoppen met zeveren en uitleggen en ik ga direct beginnen aan de shout-out. Eerste shout-out gaat naar Zaf. Zaf, deze jongeman maakt echt super coole grappige video's, sketches en al. En echt, ga zeker zijn kanaal checken, want deze gast is super goed bezig, echt waar. Zijn kanaal staat in de beschrijving. Ik vind zijn video's grappige, goede kwaliteit, echt top comedy. Super. De volgende shout-out gaat naar Major. Deze man woont niet in België, hij woont niet in Nederland, maar hij woont in het zuid van Europa. Hoe zuider dat je gaat, hoe warmer dat het is. Hij woont in een warme land, ik denk in Spanje. Hij maakt vlogs en je wordt gewoon jaloers op het weer dat daar is. Dus ga zeker zijn kanaal checken en bewonder het weer. En je gaat ook zien het levensstijl van Spanje en zo, hoe mooi dat is allemaal. Dus ga zeker Major zijn kanaal checken. De volgende shout-out gaat naar Afrofit. Afrofit, deze man maakt zo fitnessvideo's. Hij is bezig met fitness en al. Hij geeft zo tips. Dus ga zeker ook zijn kanaal checken. Afrofit, zijn link staat ook in de beschrijving. Hij is echt zo gespierd en al zo. Hij geeft ook motivatie en al. Maar Afrofit maakt video's in het Engels. Dat zou normaal gezien geen probleem moeten zijn. Want nu leren we Engels op school. En de meeste mensen kunnen wel Engels spreken. Maar ook, je kan ook zien, zijn edits zijn ook goed. Wanneer die in de gym is en al. En ja, ga zeker ook Afrofit zijn kanaal checken. En ik weet het, meisjes zeggen, maar waarom heb je geen meisjes, Ivo? Tuurlijk heb ik ook meisjes. Ik heb ook meisjes die abonneerd zijn op mij. En nu gaan een paar shout-out naar meisjes. Eerste, Just Deje. Just Deje, ze zingt meestal Engelstalige liedjes. Ze heeft echt een prachtige, mooie stem. Echt waar, ik ben niet aan het overdrijven. Jullie kunnen haar kanaal gaan checken. Dit staat hier in de beschrijving. Jullie kunnen haar kanaal gaan checken. En jullie gaan zelf zien dat haar stem echt mooi is. Abonneer ook op haar, want ze verdient ook veel, maar echt super veel meer subs. Volgende meisje is Emke. Emke is een make-up artist. Ze maakt zo van de beauty video's. Ze geeft zo tips over make-up en zo. Ik begrijp niet zoveel van, maar ik ben geabonneerd op haar omdat zij maakt goede video's. En ze geeft ook dingen waar. Ik denk dat ze bijvoorbeeld dingen van de Action koopt om te zien of dat goed is. En ze geeft ook tips aan jullie. Dus vrouwen die geïnteresseerd zijn, alle vrouwen zijn geïnteresseerd in make-up. Dus, de meeste. Ga zeker haar kanaal checken. Misschien vind je haar toch een goede YouTuber. Abonneer ook op haar. En laat haar weten van, joh, ik kom hier door Ivo en zo. Echt goed bezig meisje en zo. Dus supporter haar. Abonneer op Emke. De volgende kanaal is Agassi. Agassi, deze man maakt praatvideo's en vlogs en zo. Ze heeft een goede camera om te vloggen. Ik heb hem een paar keer tegengekomen. Belgian Tube Days en zo. Ik was ook in zijn vlog. En hij is ook goed bezig. Ga supporter. Supporteren hem. Laat een like onder zijn video. Laat een comment en al. Supporter hem. Agassi, zijn link staat ook in de beschrijving. Nu, Rimzi. Rimzi is ook al een paar keer in mijn video gekomen. Maar Rimzi maakt ook goede vlogs. Ga zeker het kanaal van Rimzi checken. Die staat ook hier in de beschrijving. Ga zijn kanaal checken en abonneer. Want hij verdient echt super veel meer abonnees. Nu nog een shout-out geven aan Laura Hovaerts. Dat is zo'n vrolijke YouTuber. En ze straalt zoveel positiviteit. Ze maakt vlogs en ze filmt zo wat ze gaat doen. Niet dagelijks. Ze vlogt niet dagelijks. Maar wanneer ze een vlog uploadt, dan zie je zo wat ze gedaan heeft. En ze heeft zo een leuke manier om te bewerken. En ze is grappig. Ik vind dat ook persoonlijk super goede YouTuber en al. Ze is een vrouw en ze vlogt. Ga zeker haar kanaal checken. Nou, maar Ivo, kreeg ik geen shout-out? Tuurlijk wel, kreeg je ook geen shout-out. Gewoon abonneren, laat me in de reacties onder weten waarom je een shout-out verdient en zo. En nogmaals, bedankt voor 1400 abonnees. We zijn onderweg naar 1500 en 1600, weet ik veel. Het gaat allemaal snel.
Maar ik ga in juni examens hebben, dus waarschijnlijk ga ik ook in tijd blijven zonder te uploaden. Sorry daarvoor, maar ga zeker die 9 kanalen checken. Heb ik al 9 gegeven? Nee, ik heb nog één tekort, denk ik. Laatste kanaal is Witewa. Witewa is een wedstrijd voor vloggers. Ik heb een paar van die YouTubers die ertussen zijn, daar ook ontmoet of gezien. En Witewa maakt zo wedstrijden voor YouTubers en vloggers over een bepaald onderwerp. Dat is al 3-4 jaar bezig, of nee, het zijn al 3 edities gebeurd. En als je op hun kanaal abonneert, kan je zien wanneer ze een volgende editie gaan maken, want ze zijn van plan om daar meer te uploaden en ook filmpjes dat ze gaan maken over het wedstrijd ook daar te uploaden. En ze maken ook zo playlists van al de inzendigen en de winnaars en zo. Dus ga zeker kanaal van Witewa abonneren. Ja, dat waren de 9 kanalen. Dat is de eerste keer dat ik shoutouts geef aan zoveel mensen. Ik wil jullie bedanken om deze video te kijken. Geef zeker een like en alsjeblieft, als je kan, ga naar een van die kanalen of naar hun allemaal. Check snel. Check zeker. Ik zou graag dat jullie onder één video van iedereen die hier is, een reactie laten van joh, ik kom hier door Ivo. En als jullie die persoon leuk vinden, zijn video's, abonneer op hen, supporter hen, want joh, dat is de bedoeling van dit serie. Ik zie jullie volgende keer. En ik zou zeggen, peace.